Op 7 augustus 2009 werd er in het Zeeuwse landschap 's werelds grootste graancirkel gevonden. De graancirkel had een grootte van 530 bij 450 meter. Een totale oppervlakte van bijna 25 hectare. Door de grootte en de gecompliceerde vorm lijkt het onmogelijk dat deze graancirkel door mensenhanden is gemaakt. Is dit het werk van buitenaardse wezens of zijn er toch mensenhanden aan te pas gekomen? De bedenkers van dit immense project zijn de mannen achter het Zeeuwse bedrijf XL Design. Remco Delfgauw, Manfred Koeleman en Twan Bijsterveld.